lekker eten. We houden er allemaal van. Maar voor sommige mensen is het een hobby. En voor andere mensen is het een werk. En ook vandaag heb ik weer het voorrecht om een aantal exquise gerechten te proeven. En jullie mogen daar naar kijken. Dit is Watertanden. Dit is wel heel leuk om even te laten zien. Het is een heel mooi stukje makreel. Met een gremolata, volgens mij van peterselie. Mooi takje dopertekres. Het is een waar kunstwerkje, maar smaakt het ook lekker. En dat is dan aan mij de eer om dat vast te mogen stellen. Nou, het is heel lekker. Nou, het is echt jammer dat u het thuis niet kan proeven, maar het is echt heel lekker, ja. Het is ook wel leuk om dit even te laten zien. Het is een flamkuchen met gegrilde groenten. Bij een smaakexplosie op dit moment in mijn mondje. Het smikkelt lekker weg. Ah. En het prikkelt ook heel erg die smaakpapillen. Of althans natuurlijk mijn smaakpapillen. Gek eigenlijk, hè? Dat jullie dan aan het kijken zijn, nou, hoe ik het lekker naar binnen aan het peuzelen ben. Dat ik helemaal weet hoe het proef en wat er gebeurt in mijn mondje. Ja, het smaakt heerlijk. Het is een smaakexplosie. Het smaakt wel heerlijk. Ja. En de kijker heeft dus geen idee, dat vind ik zo geest. De kijker moet het maar aannemen van ons. Misschien is het helemaal niet lekker. Het is wel heel lekker, maar dat weet de kijker nog niet. Ja, zo zijn de kaarten geschud, hè. Dat ik heerlijk al deze dingen mag proeven voor mijn werk. Terwijl jullie gewoon op de bank zitten met een opwarmmaaltijd. Het is ook heel erg mooi om te zien, je ruikt hier ook de gember. Of dat ik ruik hem dan natuurlijk heb. Het is lekker. Dat zou ik willen meegeven. Het is vooral heel erg conclusie. Heel erg lekker. Je wordt er gulzig van. Lekker. Moet je maar van mij aannemen dat het heel erg lekker is. Heel erg lekker. Een beetje een melon. Even een zuurtje omhoog. En het vult ook goed. Ik vind het een beetje te goed. Maar nog een glas wijn. En inmiddels heb ik een soort staat bereikt dat ik het niet eens meer proef. Dat ik geen idee meer heb of het een zoetje is, of een bittertje, of een umamietje. Dus ik heb het heel warm. Ik ben ook een beetje draaierig, jongens. Ben je wat lekkers proeven? Ik kan echt niet meer. Mijn smaakpapillen zijn helemaal afgemat. Ik heb beenham en ik heb rundvlees. Ja, het ruikt heerlijk, maar. Ja. Ook wel lekker. Ja, is wel lekker. Dit was Watertanden. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Ben jij niet die ene uit de buurtapp? Dat is Jos uit de buurtapp. Met hey Jos, ben je er weer? Met Annie en zo. Hey Jos, dat is toch geintje, Jos.